Theatergroep De Wildeman is druk bezig met de repetities voor het nieuwe stuk De Vossenjacht, waarvan de première op woensdag 21 december is gepland. De Vossenjacht is het 8e toneelstuk wat de theatergroep op de planken brengt. De Wildeman is vooral bekend van het stuk De Granaatweken, wat in 2014 en 2019 het daglicht zag. De Wildeman, wie of wat is De Wildeman? Nou, De Wildeman is een vereniging, kun je niet zeggen, maar een theaterproductiebedrijfje, eigenlijk ook niet, maar een groepje van drie mensen die heel enthousiast zijn over toneel en die zijn in 2009 begonnen met het maken van theater in Schijndel. En het eerste stuk was De 12 Gezworenen, dat was 2009 dus. En nu zijn we inmiddels al zoveel verder starten we dus met ons stuk De Vossenjacht van Hugo Claus. En De Wildeman is eigenlijk dus een club die theater maken als doel heeft. En dat kan van alles zijn. Dat is ook, als het even kan, ook op verschillende locaties. En dat loopt dus uiteen van Granaatweken, wat dus een stuk is wat veel meer op Schijndel gericht is. Maar dus ook een stuk van Shakespeare kan ertussen zitten. Kan weer een heel ander stuk in zijn. Maar het zijn altijd wel uitdagende toneelstukken. In ieder geval uitdagend voor de spelers. En ik hoop dan ook voor het publiek. En die uitdaging is er ook bij het nu gekozen stuk De Vossenjacht van Hugo Claus. Het is een taalstuk, het is een heel mooi stuk. Maar het past wel binnen deze tijd als je om je heen kijkt van wat een gaaicultuur is. Kijk maar naar Rusland, kijk maar naar Qatar, al die dingetjes. Het is zo up-to-date. Alleen dit stuk kun je zien als een soort karikatuur van spel met Venetiaanse maskers en dat soort dingen. Maar wij hebben het gewoon in het nu geplaatst, omdat het best heel actueel is, nog steeds. Er is niks veranderd in de mensen. Mensen blijven kraaien, gieren, raven. Een van de hoofdrolspelers is Jos van der Wouw. Hij speelt in het stuk de advocaat Voltoren en is in het echte leven ook advocaat. Het personage wat u neer gaat zetten, past dat bij u? Ja, het is niet mijn huisstijl, zal ik maar zeggen, maar ik kan me wel in het personage verplaatsen. Het is natuurlijk, ik heb het vak wat mijn personage uitoefent, hè, dus daar heb ik wel iets mee. Maar ik moet wel spelen. En dat is ook goed, want je kunt niet jezelf spelen. Dat zou niet mooi zijn. Als ik een kaartje koop, wat kan ik dan verwachten? Een hele boeiende voorstelling waarmee je geconfronteerd wordt, misschien wel met jezelf. Ben ik ook zo'n kraai of zo'n gier of zo'n raaf? Als we dat kunnen bereiken, dan hebben we het optimale eruit gehaald. Ik hoop, hè, want we zijn nog anderhalve maand van de première af, dat je dan een spannend stuk ziet wat appelleert aan het gevoel wat mensen denk ik wel zullen hebben. Dat de wereld bestaat uit een heleboel slechts, zou ik maar zeggen. En dat moet eruit komen, want wij zijn met de drie bijrolspelers, zou ik maar zeggen, naast de hoofdrolspeler, uit op iets heel lelijks. Ik moet mensen wel waarschuwen. Het is een stuk geschreven door Hugo Claus. Als je die boeken gelezen hebt, daar zit taalgebruik in wat op dit moment schuurt. In de zin van, de seksuele uitspattingen en uitspraken zijn daar net wat meer aangedikt als wat je tegenwoordig ziet. Dat hebben we wel ingehouden. Maar het is wel een stuk wat je volgens mij helemaal meeneemt in een vrij bizarre wereld, terwijl je eigenlijk heel dichtbij is. Een bijzonder stuk dus. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website van theatergroep De Wildeman.